Welkom bij de Belga Sport Podcast. We zijn toe aan aflevering 5 van dit seizoen. En die gaat over uh, Erik van der Aarde en zijn winst in de Ronde van Vlaanderen van 1985. Toepasselijke titel: Vlaanderen's mooiste. Uh, Dirk, we zitten met ons tweeën uh, hier. Uh, leg uit waarom we maar met z'n tweeën zitten. Jij zit er meestal bij om te praten over. Uh, Afleveringen die anderen hebben gemaakt, want die hebben geleid, die ook allemaal. Maar deze die komt helemaal op jouw schouders terecht. Hè? Ja, deze heb ik zelf gemaakt en mijn regisseur is nogal camera schuw. Hij staat graag achter de camera en ik komt niet graag in beeld. Dus hij heeft mij alleen gestuurd. Die bestaan ook, hè? dat soort ben, ja, absoluut, regisseurs. absoluut. Vertel mij, waarom Erik van der Aarde de ronde van 1985? Um, voor mij persoonlijk is het een van mijn allervroegste herinneringen aan het sport. Ik weet nog waar ik was, waar ik zat toen ik als vijfjarige naar de Ronde van Vlaanderen Ke aan het kijken was. Waar zat je? Bij mijn grootvader, ja. uh, naast hem in de zetel. Uh, mijn grootvader heeft mij eigenlijk de liefde voor de koers meegegeven. En wij keken elk jaar, was, nou, zoals bij veel Vlaamse het is een Vlaamse hoogdag, Ronde van Vlaanderen, heel de familie naar de hele koers aan het kijken is. Maar vooral het beeld van, van mijn grootvader die in volle verbazing naar Erik van der Aarde keek, die de Koppenberg opreed in zijn Belgische trui. In, in verschrikkelijke omstandigheden. Heel dag regen, slecht weer. Uh, die Ronde van 85 is een paar jaar geleden ook verkozen tot meest heroïsche Ronde uh, aller tijden. Dus dat triggerde ergens wel om daar. Vandaar ook al... de, de titel van de aflevering: Vlaanderen's ja. Mooiste. Ja. Dat is dus sowieso de, de naam van de Ronde van Vlaanderen, maar die is dan de aller allermooiste. Ja, absoluut. En het slaat ergens ook nog wel op Erik van der Aarde, Die jonge blonde god die daar ineens. Uh, wij van spreken een jaar voor, of twee jaar daarvoor eigenlijk aan de oppervlakte kwam, meteen veel winnaar was. Um, maar ja, je mag niet vergeten dat in die periode eigenlijk we hebben de grote periode van het wielrennen dan achter ons gelaten. Merks stopte, de Vlaming was er niet meer, Gouden die, die gouden generatie van de jaren zeventig was weg. En ja, in Vlaanderen was de spoeling eerder dun. Mm -hmm. En mensen waren zo op zoek naar de nieuwe Merks, de nieuwe de Vlaming. En ineens was daar een jonge gast uit, uh, uit Heuze Zolder, die als neoprof uh, de proloog in de ronde van Frankrijk won met de gele trui rondreed. Uh, Parijs-Nice, Etappes won. Uh, die daar ineens stond en zo'n beetje gebombardeerd werd. Hij kon het dan ook nog redelijk goed uitleggen tot uh, de nieuwe Vlaamse god van 2000. Ja, Hij sprak ook frank en vrij ja, uit uh, Absoluut. Hij ja. uh, had altijd een mening, kwam heel hard voor zichzelf op. Als, als heel jonge gast, hè, want hij was eigenlijk op dat moment 21 als hij in het profpeloton kwam. Ja. Uh, naar moderne standaarden hè, moet je dan al twee keer de Ronde van Frankrijk gewonnen hebben. Maar hij was toen heel jong, want toen mocht je eigenlijk pas prof worden op je 22. En vandaar heeft toen eigenlijk een speciale uitzondering gekregen van de, van de Belgische Bond. Om toch al prof te kunnen worden in 1983 op, uh, op jonge leeftijd. Ja. Hoe oud was hij dan precies uh, in 1985? Hij toen... was 23, eigenlijk, 23 toen hij ja. de Ronde won. Dat is niet de jongste. Uh, winnaar aller tijden, maar hij staat zeker in de top 5 van jongste wedstrijd. Ja, waarom wilde je per se deze maken? Ja, er is een stuk van het verhaal dat we uiteindelijk uh, niet hebben kunnen maken, maar ergens uh, is die ronde van Vlaanderen in 1985 in die helsomstandigheden er ook verantwoordelijk voor. Waar, waarom dat de VRT op dit moment nog altijd wereldwijd die uitstraling geniet als een van de beste beeldbrengers van wielrennen. Ja. Um, je mag niet vergeten dat. dat al die mensen die achter de schermen werken bij, bij die Ronde van Vlaanderen, om dat in beeld te brengen. Die doen ook uh, wedstrijden in het buitenland. Die deden een paar jaar nadien de Elfstedentocht. Maar dat komt allemaal door die Ronde van Vlaanderen. Um, geregisseerd nog door uh, Rick de Sadler, de grote voetbalcommentator. Die de, was ook regisseur van de Ronde van Vlaanderen. Uh, Mark van Lombeek zat op de motor. Mark Stassijns deed de commentaar. Um, maar wat dat daar zo speciaal aan was, is dat zij. Twee jaar later of het jaar nadien op een, op een groot festival in toenmalige Joegoslavië uh, de prijs voor beste sportcaptatie wegkapen voor de neus van uh, de Amerikaanse NBC. Over die, die ronde van over die ronde van Vlaanderen. En zij verslaan daar uh, NBC, die de, net de openingsceremonie van de Olympische Spelen had ingestuurd als uh, kanshebber. En de BBC, die de, die, de English Open of de British Open golf. Uh, had gecapteerd. Ja. Uh, en zij verslaan, daar, verslaan die daar. Die tofie... als, ik goed, als ik goed ben geïnformeerd, hebben ze ook wel een klein beetje getrished die... bij de inzending. Ja. Dat moet je is, dat zeggen? Uh, Jij ja, <laughs> hebt ook goede bronnen dan. Absoluut. Uh, het is inderdaad zo dat Mark Uitroef was die dag een uh, reportage aan het draaien uh, over de Ronde van Vlaanderen, maar eigenlijk de, de, de beelden achteraan het peloton, bij de ja. bezemwagen. Ja. Uh, en op een bepaald moment heeft Mark zijn cameraman toen eigenlijk een... een Valpartij van een renner van Torhout Werchter. We zijn nog altijd niet uit wie het juist was. Uh, want in de Belgische versie, die op de VRT bewaard wordt, zit die val niet in. Ik ben gaan kijken. Maar Mark vond dat zo spectaculair. En heeft dan in overleg met Mark Stassens uh, die val gemonteerd in de live-uitzending, die ze dan hebben opgestuurd uh, voor dat prestigieuze filmfestival. Ja, maar. Het winnen van die prijs had wel grote gevolgen voor, voor de jaren nadien. Ja, ja absoluut. Uh, die prijs heeft jarenlang op de bureau gestaan bij Marc Stassens, op de, de VRT-redactie. Uh, en heeft ervoor gezorgd dat zij ja, een soort van erkenning kregen in, in het capteren van. Wielerwedstrijden. Uh, een paar jaar later zijn al die motaars en die cameramensen uitgestuurd naar de 11-stedentocht. Om daar de 11-stedentocht te gaan capteren. Ka Wat je zou denken dat hè? Nederlanders ja. zou dat graag in eigen handen houden. Uh, maar nu ook, als je naar de Olympische wegriet gaat kijken, dat zijn nog altijd Vlamingen die dat in beeld brengen. Heel veel buitenlandse wedstrijden zijn Vlaamse mensen op de motor, op de, aan de camera, die dat uh, in beeld brengen. En dat is eigenlijk allemaal terug te brengen tot die. Ronde van Vlaanderen ja. in 1905. Maar vooral duidelijk, dat gedeelte, die registratie van de hele Ronde van Vlaanderen, dat, dat zit er niet, uh, niet in? Nee, ik ben op zoek gegaan naar, naar mensen die er toen actief bij waren, maar die zijn ondertussen ook op iets vergevorderde leeftijd. En zoals ik zeg, de, de meest prominente, Rick de sadeler, is al, is al spijtig genoeg overleden. Ook Mark Stassens en Mark van Lombeek zijn er niet meer. Dus dat verhaal, om dat hard te maken, om dat uit te spitten... Uh, dat was er niet meer. Ik heb met de regieassistenten van Rick uh, gesproken. Ik heb een aantal uh, motards die toen met de motorreden uh, gesproken, maar ja, spijtig uh, hebben we dat verhaal er niet meer. Nee, welk verhaal vertel je dan wel? Maar het is eigenlijk het verhaal van. Het is gefocust op Erik van der Aarde. Hè, vanaf het begin van zijn carrière uh, tot zijn winst in 1987 uh, van Parijs-Roubaix. Eindelijk op, op drie vier jaar tijd verovert eigenlijk de wereldwereld uh, wint. Bijna alles wat het er te winnen is voor een klassiek coureur. Um, maar wat dat veel mensen vergeten is dat Erik van der Aarde tot 1995 gekoerst heeft. Dat is nog een jaartje, half in 1996. En de hoogtepunten van die carrière die die zaten helemaal in het begin. In het begin. Ja. En iemand die daar heel veel toe bijgedragen heeft was Eddy Plankaert. Ja. Ze reden toen samen, hè, Erik met de broers Plankaert, Walter en Eddy. Uh, reden voor het grote Panasonic van Peter Post daar begin jaren 80. Um, en eigenlijk heeft Eddy. Zich onbewust of bewust opgeofferd in functie van uh, Erik. Ja, waarom uh, zeg je onbewust of bewust? Ja, hij is eigenlijk een beetje gepiepeld geweest door Peter Post. Omdat, uh, gepiepeld? Dat ja, ja zo, zo, zegt, uh, zo zegt Eddie het toch. Ja. Um, het feit was dat Erik van der Raan eigenlijk prof geworden is bij een klein Belgisch clubje, geleid door José de Kouwer. Uh, en een jaar later verhuist hij naar Panasonic. En, Post roept op een bepaald moment een, een vergadering samen met Eddy en zegt daarop: van ja, we moeten die Erik niet goed opvangen, we moeten niet goed omringen, we beetje in dienst van hem rijden. Er hey, jij daar problemen mee. Nee, zei hij, die, uh, ik heb daar geen problemen mee, we gaan wel dat doen. Maar het is pas achteraf dat Eddie zijn flank gevonden is, dat hij eigenlijk nadien altijd op de tweede plaats kwam. Post ja. had het echt wel voor Planka, uh, voor, uh, van voor Van, van der raar, ja. Goeie Goede tijdrijder, sprinter op de baan. Hij was eigenlijk een. Ja, een beetje een figuur zoals Peter Post zelf was geweest als renner en ze graag had. Ja. Um, en het is uiteindelijk ook op het moment dat Eddy bij Erik weggaat, dat hun twee wegen scheiden in 1988, dat uh, Eddy ook aan zijn grote klassieke zegens begint. Dus dan wint hij in 1988 Ronde van Vlaanderen, Groene Trui en twee jaar later Parijs-Roubaix. Dus die twee carrières kruisen elkaar een beetje: één in opgaande lijn, de andere in neergaande lijn. En eigenlijk ja, die vriendschap tussen die twee gasten, die er zeker was, want ze gunden het elkaar. Maar ergens ja, steekt het toch nog ja, een ja. Ja. Mooie verhaallijn, waarschijnlijk ja. ook, uh, die, die vriendschap. Of samenwerking, collega's, hoe zit dat eigenlijk dan, uh, dan precies tussen uh, die twee? Ze hebben heel veel leut samengemaakt. Maar ja. echt heel veel leut. En het waren ook twee gasten. Het is, het is ook die periode voor wielrennen wetenschap werd. Als je nu kijkt hoe de renners nu in het peloton staan, niemand ja, als Wout van Aert, die hebben schema's en voedingsschema's. En die gaan trainen. Op het moment dat ze van hun fiets stappen en hem thuis tegen de muur zetten, heeft hun trainer al geüpload via Strava ja. of een of ander tool. Die gasten, daar was geen controle op. En die braken af en toe iets uit. Ja. Ook tijdens een, een kleine ronde of tijdens een grote ronde. Er moest plezier gemaakt worden. Ja, maar vooral duidelijk, het gaat vooral over, over Erik van der Haarden. Ja. En zijn, zijn loopbaan die. Als een raket omhoog uh, schoot ja. en, en, en dan ja, na, na die sensationele jaren in het begin wat begon te kabbelen? Ja, eigenlijk wegdeemstert. Um, en dat is iets wat, dat, wat dat veel mensen vaak vergeten. Zeker, maar als je bij Belgasport begint te graven in verhaal kom je dat vaker tegen. Talent is niet genoeg. Mm -hmm. Er is veel meer nodig om dat talent te doen renderen. En ik denk dat dat ergens bij Erik het gevoel had: hij had het allemaal bereikt dat had het allemaal gewonnen, dat was allemaal gepresteerd. Maar wat hij niet graag deed was met de pers praten, de, de, de grote held zijn, de figuur. Was ook de periode voor dat er uh, persmanagers waren of mensen ja, die daarmee hij omgingen. Hij had toch ook iets arrogants op een of andere manier. Ja, hij had het gewoon niet voor de mensen van de pers. Hij had het uh, niet voor jongens als ons. Okay. Uh, maar je mag niet vergeten, hè, Erik van der Aarde won de Ronde van Vlaanderen, een van de meest heroïsche edities. En sanderachs aan zijn ontbijttafel. Zaten acht journalisten die, die hadden er eigenlijk een soort van impromptu persconferentie georganiseerd. Die mannen hadden allemaal een interview aangevraagd, en dan zeiden Van ja, kom gelijk morgen vroeg, een beetje taart eten. En dan, maar ja, er was niemand die hem afschermde. Zeker wielrenners waren op dat moment zo bereikbaar. En ik denk dat dat ergens wel een soort van declik gezorgd heeft bij, bij Erik, dat het op een bepaald moment op was. Ja. Het is wel een grote naam uit de Belgische Dus Waarom nu pas, in de, het elfde seizoen van Belga Sport. Er zijn er grotere geweest. Nee, ja. uh, je moet soms keuzes maken. En soms is er niet genoeg tijd over een verhaal heen gegaan. En nu heb ik wel het gevoel dat, dat die dingen uitgeklaard zijn. Dat, dat er, er ligt genoeg stof op het onderwerp om uh, uiteindelijk ja, de, daar eens in te gaan graven. Um, komt er ook bij dat het is inderdaad zo'n zo onderwerp dat al heel lang meegaat. Dat op de lijst stond. Maar ja, het moet er iets van komen om het te maken. Ja. En nu was er de gelegenheid om dat te ja. doen. Erik van der en Eddie Planckaert, uiteraard twee belangrijke figuren in deze Belgaspoet. Wie zijn de andere uh, belangrijke figuren? Uh, José de Kouwer mocht niet ontbreken, omdat José eigenlijk uh, de ontdekker is van Erik. heeft hem bij die eerste ploeg gehad toen hij de proloog won in de Tour de France. Uh, eigenlijk hem begeleid heeft in zijn eerste stappen een beetje per toeval bij hem in de ploeg gekomen. Maar José was nadien ook de ploegleider van Eddie Planckaert uh, toen hij zijn grote uh, klassieke zegens haalde. Dus in dat moment is hij heel goed, uh, ja, een kenner van het vak. Uh, Henny Kuiper zit er ook in, een ex-Nederlandse kampioen, die prof was uh, in die ploeg van uh, José de Kouwer. Ja, uh, jo José en Henny Kuiper hebben er jarenlang samen. samen twee gereden. handen op één, een buik. Uh, ja. en buik. José... Jo José dacht na en, en Henny Kuiper die moest voilà, trappen. José had het brein is en Henny te... onder, had het benen. Ja. Nee, 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 dat is ja. de juiste analyse, absoluut. Ze maakte de plannen en hij die ja. voerde, en voerde ze uit. Um, dus Henny zit daar ook omdat hij ook in die Ronde van Vlaanderen eigenlijk mee op kop reed. Tot op 15 kilometer van de streep leek het erop alsof Henny Kuiper de Ronde van Vlaanderen zou gaan winnen. Ja. Uiteindelijk heeft Van der Aarde samen met zijn ploegmaat Phil Andersen hem bijgehaald. En op de muur van Gerardsbergen ze, is Erik eigenlijk alleen weggereden van, mm -hmm. van zijn twee compagnons. Dus iemand die allee, van heel dichtbij die, die jonge kerel heeft zien in het peloton komen. Um, en nadien een paar keer serieuze duels met hem heeft, uh, heeft uitgevochten. Ja. Uh, Walter Plankaart doet ja. ook mee. Dat is eigenlijk de, de vergeten broer van de Plankaart. Maar uh, die nadien ook um, in de volgwagen gekropen is. Dus 85 is het laatste jaar in waarin Walter actief renner is. Mm -hmm. um, en nadien kruipt hij eigenlijk in de volgwagen bij Panasonic en wordt hij ploegleider. En aangezien Peter Post spijtig genoeg er al een aantal jaar niet meer is. Uh, heeft Walter eigenlijk die stem vertolkt ja. van, uh, van de ploegleider? Ja, oké. Okay. De wat oudere um, wielerliefhebbers, zoals ik, die hebben, denk ik, na jouw uitleg hier al gehoord waarom ze moeten kijken. Stel, je bent een jongere wielerliefhebber, je hebt nog nooit van Erik van der Aarde gehoord. Waarom moet hij kijken? Omdat het. Uh... Ja, het is een beetje wielrennen à ancienne. Maar er zitten zoveel leuke aan. Nu moeten we de jongeren kijkers ook uitleggen wat dat is, wielrennen à ancienne. <laughs> dat is uh, het wielrennen van, van het. Uh... Ja, de wereld van het vloken het. Dat een koers kon gekocht worden, ja. er kon een streek uitgehaald worden. Uh, piepelen, uh, flikken, uh, dat zijn de woorden dan. Inderdaad, ja. ja. Inderdaad, okay. inderdaad. Goed, dankjewel Dirk. Ik heb heel veel goesting om te kijken en ik ja, denk ja. de meeste kijkers en luisteraars die dit hebben gezien en gehoord. Ook belgisch Sport over Erik Van Rade, 1985. Vlaanderens, mooiste.